Hey, hallo. Leuk dat je kijkt. Gezellig dat je er bent. Mijn naam is Stephanie en vandaag ben ik weer hier voor een nieuwe handwerkupdate. Het finishfeestje is in volle gang. Het is superleuk. En ik heb ook nog een aantal Halloween decoraties voor je. Mijn vorige video's gezien heb, maar ik heb iets leuks bedacht. Het finishfeestje, dat is een make-along van nu tot het einde van het jaar, om met elkaar te proberen zoveel mogelijk van ons work in progress lijstje nog even af te maken. Je mag je eigen doel stellen, zo klein en groot als je zelf wilt, helemaal wat bij jou past. En we zijn eigenlijk vandaag officieel begonnen, maar er zijn al superveel mensen die keihard aan de slag zijn gegaan. We hebben een hashtag op Instagram, finishfeestje2020. Ik heb ook een Facebookgroep, het Naaldbos Finishfeestje. Daar is het echt keigezellig. We hebben met elkaar een teller met hoeveel finishes we met elkaar kunnen krijgen. We staan nu al op 8 na 1 week. Echt super cool. Ik vind het heel erg leuk om al jullie reacties te lezen voor iedereen die meedoet. En ook gewoon om te zien wat jullie plannen zijn. En wat voor super ambitieuze of realistische lijstjes jullie gemaakt hebben. En het is gewoon super gezellig. Dus als je een beetje motivatie nodig hebt en nog wat dingen af wilt maken dit jaar, dan zou ik zeker aanraden om mee te doen. Of in ieder geval de hashtag te volgen. Want het is echt super inspirerend. En we zijn echt lekker aan de slag. Er zijn echt heel veel dingen al af. En ik merk dat dat gewoon heel veel motivatie geeft om zelf ook lekker aan de slag te gaan. Dus dat is echt super leuk. Dus mocht je het nog niet gehoord hebben, kijk dan even naar mijn vorige video. Daarin leg ik je alles uit over het finishfeestje. Ja, zoals ik zei, ik ben lekker aan de slag gegaan. Twee hele leuke weken gehad. Een aantal dingen afgemaakt. Niet alles wat ik hier kan laten zien, helaas. Maar ik kan wel even een foto plaatsen. Zo heb ik bijvoorbeeld 3 kerstkabouter-setjes afgemaakt. Een glitterrode, een donkerrode en een bruine. En die heb ik meteen al gegeven aan degene die erom gevraagd had. Dus dat was echt super leuk. Ik heb er nog 4 te gaan en die ga ik zeker weten laten zien. Dus dat zijn meteen 3 dingen van mijn lijstje geschrapt. Nog wel eventjes te gaan, maar het is in ieder geval een goede start. Ik heb ook een super leuke dag gehad met mijn schoonmoeder. We hadden een middagje gepland om lekker even te gaan knutselen. We hebben een dennenappelkrans gemaakt. Gewoon heel simpel een strookkrans volgeplakt met dennenappels, met lijmpistool en wat leuke herfstdecoratie ertussen. Die ik dadelijk kan veranderen naar kerstdecoratie. Het is een beetje lastig om die hier zo vast te houden en omhoog te houden. Dus ook daarvan ga ik je even een foto laten zien. Ja, ik vind het gewoon echt super gezellig om een middagje lekker bij te kletsen en creatief bezig te zijn. Normaal zie ik er wat vaker. We gaan ook vaak samen sporten. Dat is even wat lastiger nu. Het was wel weer even tijd om bij te kletsen, maar het was super gezellig. We hebben allebei een hele leuke krans eraan overgehouden. En ze heeft ook besloten om mee te doen aan het finishfeestje, wat ik echt ontzettend cool vind. Dus ze is ook in de Facebookgroep en heeft zich daar super leuk voorgesteld. En ze gaan de sjaal maken. In december gaan we ook kerststukjes maken. Dat doen we al een aantal jaar. Daar gaat mijn moeder ook mee. En dat is ook altijd heel erg gezellig. Ze is bloemist, dus ze heeft daar best wel verstand van. Kan ons hele goede tips geven. En we maken dan altijd voor de familie super vrolijke leuke kerststukjes. Dus ik hoop dat dat dit jaar ook nog door kan gaan. Ja, als ik het dan toch over de kerst heb, laat ik meteen maar met mijn kerstquilt beginnen. Want dat gaat ook super lekker. Ik ben nog steeds helemaal bij. Het gaat ook keigoed met de quiltlessen die ik geef aan Siets aan de Maak. Ze is heel lekker bezig, heeft al een aantal blokken zelfstandig gemaakt. Dus het gaat echt super cool, het is echt heel erg leuk. En volgens mij vindt ze het ook heel leuk om te doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe onze quilts er uiteindelijk uit gaan zien. Dus we hebben weer nieuwe blokken deze week. Dit is hoe de quilt eruit gaat zien. Dit is de Christmas Cheer quilt van Corinne Sophie. En voor nu stonden er vooral bomen op het programma. Ik heb deze.
Het lijkt hier een beetje oranje. Ik weet niet hoe jullie het zien, maar dat is echt, nou ja, gewoon echt rood. Dus dat is één. Nog een hele grote boom. Die is wat simpeler. Met een leuk goud visgraat patroon op de achterkant. En een wat kleiner setje. Deze. Ik vind dit stofje echt zo leuk voor mijn boom. Iets anders, maar nog steeds met een driehoek. En dat is een kerstmuts. Daar twijfel ik nog even over. Natuurlijk is er niks aan de hand met het blok. Ik vind de achtergrond heel leuk. Helemaal super. Maar ik vind het meer een beetje een feestmuts. Ik weet niet. Ik heb er niet echt een kerstmuts idee bij. Dus misschien dat ik die toch nog ga veranderen naar rood. Al past die wel heel erg leuk op de plek waar die nu hoort te liggen. Daar ga ik nog even over nadenken. Dus misschien als je daar een mening over hebt. Hij past natuurlijk wel gewoon in de quilt. Maar ik krijg een beetje een feestelijk idee. Al is dat ook natuurlijk helemaal niet slecht. Kerst is ook een feestelijke gelegenheid. Dus dat is eigenlijk helemaal prima. Maar ik weet het niet. Ik twijfel een beetje. Nou, we hebben nu eigenlijk alleen nog maar de kerstballen te gaan. Ik heb morgen een nieuwe afspraak met Sietke. En dan gaan we eens even kijken of we ook al rondingen kunnen naaien. Het is best wel een uitdaging om deze quilt als eerste te gaan maken. Maar ze doet het echt keigoed. En ze pikt het heel snel op. Dus ik ben ervan overtuigd dat dat ook gaat lukken. Maar die hebben we nog te gaan. En dan eigenlijk alleen nog de grote boom. En dan hebben we alle blokken gemaakt voor deze quilt. Dus het leek mij wel leuk om even te kijken hoe die er nu uitzag. Om alle blokken een beetje uit te leggen. En te kijken of de kleuren mooi bij elkaar pasten. Nou, dat kon ik niet. Ik heb geen design wall of zo. Dus dat moet ik op de vloer doen. Maar ik heb wel een foto gemaakt. Dus die zou ik even tussen zetten. Ja, ik ben eigenlijk wel blij met hoe die er nu uitziet. Ik vind de kleuren echt heel warm en gezellig. Het geeft me echt een kerstgevoel. Ik vond het wel moeilijk om de cadeautjes op de juiste plek te leggen. Ik kwam nu eigenlijk al een beetje in de knoop met de kleurtjes. En vooral degene die naast dat rode dak ligt, vind ik een beetje te veel zigzag voor het goede. Maar we gaan zien hoe het verder het totaal eruit gaat zien. En ik kan altijd nog kleine aanpassingen doen. Dus dat is geen probleem. Maar voor nu zijn we lekker bezig. En we zijn over de helft. Dan heb ik nog een kerstquilt waar ik aan werk. En dat is de Knitted Star quilt. Van Lo and Behold Stitchery. Die staat ook op mijn finishlijstje. En deze week was het de bedoeling om de blokken in elkaar te naaien. En dat is helemaal gelukt. Dus ik heb een hele stapel met super mooie kerststerren. Ik vind het echt heel gaaf geworden. Ik ben heel benieuwd hoe dit er in het geheel uit gaat zien als de top in elkaar zit. Dat is voor volgende week. De bedoeling, of deze week denk ik. Even kijken of ik daar tijd voor heb. Ja, gewoon echt een keileuk patroon. Het is heel erg leuk om te zien hoe je telkens het blok aan het opbouwen bent. Door er een nieuwe rij aan vast te naaien. Dat is eigenlijk een beetje een lock-cabin idee. Voor als je bekend bent met quiltblokken. Ik merkte wel dat niet al mijn middenstuk helemaal goed aansluiten. Dus dat bijvoorbeeld deze dan lager zit dan die. Alle hoekjes en puntjes zijn wel perfect. Dus daar ben ik super blij mee. Maar misschien dat ik daar nog kleine aanpassingen aan doe. En hier heb ik dus 8 sterblokken. Hele stapel. Een paar moeten er ook door midden gesneden worden. Dus misschien dat je dan niet zo goed meer ziet dat het niet helemaal recht is. Maar ik moet ook niet zo kieskeurig doen. Ik ben er gewoon super blij mee. Nou, dan zijn we aan november begonnen alweer. Dus is Aurelia weer uit de kast gekomen. Mijn grote borduurwerk van Heaven and Earth Designs. Een patroon van Rachel Anderson. Of eigenlijk het ontwerp moet ik zeggen. En daar heb ik al gisterochtend en vanochtend, maandag en zondag, een beetje aan gewerkt. Ik denk dat jullie nog niet heel veel verschil kunnen zien. Maar ik heb vooral hier en hier bij de staart wat extra blauw toegevoegd. Voor november staat namelijk op de planning van mijn finishplan
dat ik iedere ochtend een uurtje aan Aurelia ga borduren. En ik merkte nu al dat ik wel gelijk had dat ik daar makkelijk 250 steken in ga redden. Dus misschien dat die zelf nog wel ietsje eerder afkomt. Ik zal in december ook nog wat middagen eraan moeten werken, want ik heb echt nog veel steken te gaan. Iets van 15.000. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat het gaat lukken. En ik ben color completion aan het gebruiken. En dat is gewoon een term voor kleur per kleur helemaal afwerken. Want ik dacht, ik heb nog zo'n mooi overzichtelijk één vak over. En ik gebruik de app Pattern Keeper. Dus ik kan heel makkelijk de steken, zeg maar die highlight, de steken van hetzelfde symbool. Dus dat is echt super simpel om dan te vinden waar je moet borduren. En het is gewoon heel erg leuk om te zien dat mijn garendoosje eigenlijk steeds leger raakt. Dus ik heb nu al 3 kleuren afgemaakt in deze 2 dagen. Dus ik ben heel benieuwd waar ik over 2 weken zal zijn. En ik zal nu even een goede foto doen dat je volgende keer echt de vooruitgang kan zien. Dan heb ik ook nog verder gewerkt aan mijn sjaal. De Goldfish Memory Sjaal van Casa Pinka. Even kijken of ik het voorbeeld hier heb. Sorry, een beetje slechte voorbereiding. Ik was deze vergeten te pakken. Maar het is eigenlijk een rechte sjaal. Maar dan met diagonale lijnen. En iedere keer verandert het patroon. Zodat je heel veel afwisseling hebt. Maar wel zo simpel dat je iedere keer het patroon kan onthouden. Dus het draait heerlijk weg. En ik ben weer 2 secties verder gekomen. Ik heb mijn Progress Keeper erin gedaan. Die ik heb gekregen in Hollands Handwerkgeluk box. En die zit hier. Dus die zal ik dadelijk verplaatsen. En dan zie je meteen dat ik een heel stuk verder ben gekomen. Ik heb het kantstuk afgebreid. En dan hebben we heel simpel gewoon ribbelsteek in bruin. En daarna afgewisseld bruin en wit. Ook nog steeds de ribbelsteek. Dus het was heerlijk om op de bank te breien. Dat is best een flink stuk. Dus ik ben nu klaar tot en met deel 9. Er zijn er 12. Dus we komen aardig in de richting. En ik vind dat kantstuk wel echt kei mooi. Vooral ook met die kleuren. Dus ik kan niet wachten hoe dat eruit gaat zien als die helemaal geblokt is. Dus ik zal bij deze meteen de Progress Keeper naar boven verplaatsen. En dan hopelijk ben ik volgende keer weer 2 stukken verder. En nu ik zo aan het focussen ben op mijn finishlijstje, heb ik wat minder projecten in de week waar ik aan werk. Om echt een beetje voortgang te maken. Dus het leek me wel leuk, aangezien het afgelopen zaterdag Halloween was, om een aantal van mijn Halloween decoraties te laten zien. Ik heb nog niet zo heel erg veel, maar ik vind het heel erg leuk om dingen te maken voor de feestdagen of voor de seizoenen om een beetje het huis op te fleuren. Dus ik hoop dat ik de collectie in de komende jaren kan uitbreiden. De eerste is mijn Haunted House van SVG Cuts. Dat is eigenlijk een papieren bouwpakket wat je zelf uitsnijdt met een snijmachine. Het dak kan er ook af. Er zit een lampje aan de binnenkant. Maar dan kun je dus voor een vrij laag bedrag de patronen of eigenlijk de bouwplaat kopen, zeg maar. Ze hebben ook hele leuke tutorials van hoe je de stukjes in elkaar kan zetten. En het is echt knippen en plakken. Ik vind dat super leuk om te doen. Dus deze is gemaakt van scrapbookpapier. En op de ramen heb ik vellum gebruikt. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands heet. Maar het is van dat doorschijnende papier wat je vroeger ook op de basisschool gebruikte. Een super gave voorkant met een leuk detail. Er zitten hekjes omheen. En ook in deze onderkant zit er bijna het patroon. Het is echt super stevig. En deze heb ik vorig jaar gemaakt. Was echt heel erg leuk om te doen. En ja, je kan het echt wel in een dagje voor elkaar krijgen. Maar mocht je een snijmachine hebben, zou ik zeker even aanraden om te kijken bij SVG, SVG Cuts, C-U-T-S. Want die hebben ook echt hele leuke huizen, maar ook dingen voor kaarten.
andere vormen. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of je kunt het maken met papier. Dus als je dat ook heel erg leuk vindt om te doen, zou ik daar zeker even kijken. Maar deze staat op de kast in oktober. En 's avonds kunnen we dan het lampje aandoen. Dat geeft gewoon echt een heel leuk effect. Dan heb ik nog deze pompoen. Die heb ik ook zelf gemaakt. Er is niet echt een patroon van. Ik zag een filmpje waarin iemand een heel leuk houten bakje had. Met allemaal geborduurde kleine kussentjes in Halloween thema. En er zat ook een pompoen bij. En ik dacht, dat kan ik ook. Dus ik ben naar de winkel gegaan. Ik heb een kussen gekocht. Dit is een kussen van de Blokker. Dat was vorig jaar, dus ik weet niet of ze die nu nog hebben. Omdat ik graag een fluweelstof wilde en niet zo heel veel nodig had. En dit zijn versieringen van de Vibra. En dan heb ik zelf deze pompoen in elkaar gezet. Was heel leuk om te doen. Ook super simpel. Kan je ook zeker weten met de hand doen. Dus mocht je het leuk vinden en wil je hier graag een tutorial over zien, laat me zeker weten. Want misschien kan ik die volgend jaar wel in elkaar zetten. Dan heb ik ook een tafelloper. In de Halloween stoffen van Cotton and Steel. Dat was een van de eerste collecties die ik kocht voor mijn webshop. Dus daar heb ik toen een tafelloper mee gemaakt. En dat is dezelfde stof ook die ik voor mijn juniper basket heb gebruikt. Super schattige kindjes in Halloween kostuums. En ook een aantal monstertjes. Pompoen, een kat. Gewoon super leuk. En ik heb het heel simpel gehouden. Ik heb een paar sterren gemaakt. En een soort spinnenweb idee in het midden. Hij is ook niet zo groot. Maar gewoon net even gezellig om op tafel te leggen in oktober. De achterkant vind ik wel heel cool. Hij is eigenlijk dubbelzijdig. Oh, ik kan hem wel de goede kant op houden. En dat heb ik gemaakt met... dit is gewoon gekweeld, maar dan met glittergaren. Oranje glitters. Spinnenweb. En twee spinnen. En je hebt gewoon maar wat gedaan met de free motion quilting. En zeker op tafellopers vind ik dat heel erg leuk om te doen. Dat je dan lekker kan uitproberen. Zonder dat het zo groot is. En dan heb je heel snel een superleuke Halloween decoratie. Ik ben ook bezig aan een borduurwerk voor Halloween. Dat is Trick or Treat. Ook van Heaven and Earth Designs. En het lijkt me echt zo geweldig als deze dan in zo'n hele grote lijst aan de muur kan hangen in oktober. Dat gaat nog een paar jaar duren, want hij is knettergroot. Bijna 300.000 steken, als ik het goed onthouden heb. Maar wel super mooi en ik kan echt niet wachten totdat hij af is. Dus ik heb daar iedere ochtend in oktober aan gewerkt. En ik wilde heel graag tot de maan komen. Dat is gelukt. Ik heb er ook echt iedere dag aan gewerkt. Zelfs iets meer nog dan de bedoeling was. Ik wilde 200 steken per dag doen. Van deze kan ik wel goed de voortgang laten zien. Ik heb namelijk op 1 oktober een foto gemaakt. Dus die kan ik dan mooi even naast elkaar laten zien. Maar 7000 steken verschil, dat zie je wel. Helaas gaat deze nu even in de kast. Ik ga eerst Aurelia afmaken. En hopelijk kan ik hier volgend jaar weer mee verder. Dan heb ik in ieder geval een makkelijk begin. Want ik hoef alleen maar de maan in te vullen. En daarna zie je hem wel verder. Maar ik ben er gewoon echt heel erg blij mee. Ik vind het echt super mooi hoe die bladen er nu al eruit komen. Deze stof is trouwens 28 steken per inch. Dat is echt super klein. Ik doe deze ook met een loop, want ik kan het echt niet zien. En ik ben ook gewend om in de hand eigenlijk te borduren. Zodat je alleen aan de bovenkant gelijk doorsteekt en niet met twee handen dat je hem onder... overpakt, maar dat is met deze echt niet te doen. De steken zijn gewoon te klein. Dus ik heb deze in een frame en dan met een loop gaat het eigenlijk prima. Dus ja, ik ben heel benieuwd wanneer deze weer uit de kast mag. Maar hij heeft nu in ieder geval een hele mooie project bag, dat hij veilig blijft. En voor nu in ieder geval een hele mooie vooruitgang. Dan heb ik eigenlijk nog één ding. Die heb je misschien de hele tijd al hier zien hangen.
Ik was 3 quilten langs aan het doen. Ik heb er al 2 laten zien, die waren in kerstthema. De derde was de Hocus Pocus quilt van Cor en Sophie. Hetzelfde als die van de kerst. En het is gelukt, hij is af. 1 dagje later, ik heb hem zondag afgemaakt. Ik had het hele huis verbouwd en de tafel in beslag genomen. Omdat het best wel een grote quilt is. En het is heel fijn om dan een grotere ondergrond te hebben. Maar het ging eigenlijk heel erg goed. Veel beter dan verwacht, want ik zag er best wel tegenop. Maar ja, ik heb een leuk patroon uitgezocht. En gewoon aan de slag gegaan. En ja, het ging eigenlijk wel soepel. Hij is wel heel erg groot, dus ik heb het in 2 dagen gedaan. Zaterdag de helft, zondag de helft en toen de binding erop. De binding heb ik met de machine aangezet. Dus dat was echt heel erg snel klaar. Maar ik zal hem eerst even erbij pakken. Ja, vanaf hier is het best wel moeilijk om hem te laten zien. Dus ik heb een foto gemaakt. Dat je de hele quilt in 1 keer kunt zien. Maar ik wil wel graag even het quiltpatroon van dichtbij laten zien. Ik heb eigenlijk spinnenwebben gemaakt. En spinnen af en toe een spookje. En daartussenin gemeanderd. En dat is eigenlijk mijn, wel mijn favoriete patroon. Niet de spinnenwebben, dat doe ik niet vaak natuurlijk. Maar ik doe dat wel vaak. Gewoon 1 figuur uitkiezen. En daartussendoor dan meanderen. En ten eerste is dat fijn omdat ik dat gewend ben. Dat is een patroon wat ik vaak gebruik. Je kan heel makkelijk daarmee de gaten opvullen. Maar toch iets speciaals ervan maken. Free motion quilten vind ik best wel moeilijk. Om de figuren mooi te maken. Om de steken goed te houden. Dus dat is een hele mooie, fijne afwisseling. Zeker als je nog probeert om het te leren. En ik heb uiteindelijk wit garen gebruikt. Ik zat nog even te twijfelen om voor dat metallic glittergaren te gebruiken. Net als in de tafelloper. Maar uiteindelijk durfde ik dat toch niet. Omdat dit best wel een hele grote quilt is. Dus leek me een normaal garen iets makkelijker. Ik vind wel daardoor dat het op de zwarte stof heel erg opvalt. Maar waarschijnlijk was dat met iedere stof gebeurd. Want als ik zwart had genomen, had het op wit juist heel erg opgevallen. Dus ja, ik ben uiteindelijk wel blij erom. En wat ik wel kei-eng vond, is dat ik helemaal niet geoefend heb. Ik heb gewoon een tekening gemaakt met verschillende quiltpatronen. Uitgekozen welke ik wilde gaan gebruiken. En gewoon gegaan. Want ik had natuurlijk een soort van deadline. Ik wilde hem heel graag af hebben dit weekend. Dus ik had ook niet echt veel tijd om te treuzelen en uit te proberen. Ik was ook een beetje bang dat ik het zou verpesten. Want ja, free motion quilt is niet heel gemakkelijk. Daar moet je wel goed voor oefenen. Maar ik ben er heel blij mee. Het is een heerlijke zachte quilt geworden. Lekker groot waar je goed onder kan zitten. Helemaal geslaagd zou ik zeggen. Dus hier zie je een goed voorbeeld van het spinnenweb. Hier een spook, toevallig. En dan kan ik vast ook nog wel een spin vinden. Bijvoorbeeld hier in de kat. Hier een iets betere versie. Dan moet ik alsnog zeggen dat je niet te dichtbij moet kijken. Dat is ook niet de bedoeling van een quilt natuurlijk. Maar dan zijn de steken echt niet gelijk. Maar gewoon het geheel en hoe het er nu zo uitziet, ben ik er best wel trots op, moet ik zeggen. En het was gewoon echt een super super leuk patroon om te maken. Ik heb het wel heel snel gedaan allemaal. Maar er zijn heel veel verschillende blokken. Goede uitleg. Ze zijn lekker groot. Dat werkt heel fijn. Ja, ik vind dit gewoon echt een van de leukste Halloween quilts die ik ooit gezien heb. Dus ik ben heel blij dat ik de uitdaging aan ben gegaan en dat ik hem toch gemaakt heb. Dus ik kon zondagavond nog even lekker onder mijn quilt zitten. En alsnog even een griezelfilm kijken. Dus dat het een dag later was, maakte eigenlijk helemaal niet uit. Het was eigenlijk wel beter zo. Wel jammer dat het nu november is, dat oktober voorbij is. Maar dat geeft niet, ik ga hem gewoon hier aan mijn ladder hangen, zodat ik er nog even van kan genieten. Ja, ik vertelde je in het begin al even over het finishfeestje, dat het zo super leuk begonnen was. Ja, ik had eigenlijk een planning gemaakt vanaf
1 november. Ik dacht, dat is fijn, heb je nog een week om te bedenken wat je gaat doen. Heb je een duidelijk startdatum. Maar iedereen was al zo enthousiast dat we gelijk begonnen zijn. Dus de Halloween quilt staat helaas niet hier op mijn lijstje. Ik ga hem natuurlijk wel doorstrepen van mijn overzichtslijst. Dat er daar in ieder geval eentje minder is. Dus dat is wel jammer, maar ik vind dat hij gewoon meetelt. Voor de komende 2 weken ga ik aan de slag met Aurelia, mijn needle punch kussen. Die moet ik even omwisselen, want ik was vergeten, heel stom, terwijl ik nog een hint gaf in de video dat je moet zorgen dat je al je materialen hebt. Ik was vergeten dat ik geen frame heb. Toen ik eraan begon heb ik hem in een quiltering gedaan, maar het is een vierkant kussen. Dus ik zal toch echt een frame moeten hebben om een goede spanning te krijgen om te kunnen punchen. Dus daar moet ik nog even iets voor regelen. Maar degene die gaat wel lukken. Ik wil de eerste versie van de Christmas cheer af hebben. Ik ga natuurlijk verder met mijn sjaal. Deel 10 en deel 11 zijn aan de beurt. Dus ja, best wel veel te doen. De top van de Knitted Star moet ook nog af. Maar ik heb ook 2 weken de tijd. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat gaat lukken. En ik hoop dat je het leuk vond en dat je volgende keer komt kijken of het gelukt is in mijn nieuwe update video. Dus mocht je ook nog wat motivatie nodig hebben om nog wat dingen af te maken dit jaar, doe dan zeker mee met het finishfeestje. Want iedereen is elkaar super hard aan het aanmoedigen en aan het inspireren. Het is gewoon echt heel erg tof. Zeker niet te laat om in te stappen, kan altijd nog. Je hoeft maar een heel klein doel te bedenken. Dus als je daar zin in hebt, doe zeker mee. En dan wil ik je vooral heel erg bedanken voor het kijken. Ik vind het echt super leuk dat je me wilt volgen en wilt kijken of ik mijn finishlijstje dit jaar af ga krijgen. Dan zie ik je heel graag over 2 weken weer terug met een update. Fijne dag, doeg!